De organisatie van Amerikaanse lidstaten, OAS, is gestart met een campagne om consumenten te informeren over de veiligheid in voertuigen. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut. Verschillende lidlanden, waaronder Suriname, participeren aan deze campagne. Tijdens de campagne worden consumenten erop geattendeerd dat de schade veroorzaakt door ongelukken met auto's, fietsen en motorfietsen kan worden verminderd indien de consument zich houdt aan de veiligheidsvoorzieningen. Hierbij wordt gewezen op het gebruik van veiligheidsgordels en helmen. Ook goede verlichting van je voertuig behoort tot één van de veiligheidsvoorzieningen. Daarbij is het ook van belang te letten op de kwaliteit van apparaten en deze te gebruiken volgens de gegeven instructies. De campagne heeft als doel het aantal ongelukken in voertuigen te verminderen en duurt tot en met 20 april.